Utrecht. Ook een Nederlander in de pers. Zeg Gert, hoe komt het toch dat ik helemaal niks en jij ook niet van de Nederlandse vereniging gehoord heb van Thailand? Ik weet het niet, Arno. Ik heb zelf in het bestuur gezeten en we deden dat toen anders, maar kennelijk gaat het niet. Er is een megaramp na de tsunami, ergens een tweede grote ramp. Bijna 600 mensen omgekomen, half Bangkok, half Thailand, of een derde van Thailand is ondergelopen en we hebben nul gehoord. Ja, een heel klein drieregelig dingetje van sorry dat het gebeurd is, maar echt actie is er niet geweest. Dat was onder jouw tijd en jouw bestuur. Was het anders? Dat was anders, ja. Maar gelukkig hebben we ook nog de NTCC, die heeft er wel veel aan gedaan. Dat is de Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel. Ja, dat compliment moet gegeven worden. Ja, absoluut. Hoe is het nou met jou verder? Lekker, ik heb een maand in Bang Sen gezeten, maar ben nu weer terug in Bangkok. En jouw huis is? Nog droog. Nog droog, dus zou eigenlijk al niet meer een probleem moeten zijn. Nou ja, ik zit langs het Bang Sen kanaal en dat staat nog zeer hoog. Dus, en dat is een afvloeingskanaal? Dat is een afvloeingskanaal, en ja. Er is nog steeds het risico dat zo'n kanaal nog overloopt? Ja. Ondanks na drie weken. Maar dat zal niet hoog zijn, dus ik denk dat we wel safe zijn. En hoeveel weken moeten we nog denken dat er gevaar of dat er nog water is eigenlijk op plekken? Ik denk dat dat tot eind van het jaar duurt. Zo lang nog? Ja. En naar de toekomst toe, dit is natuurlijk meer regen, smeltend ijs, klimaatchange. Dat hangt er vanaf wat de regering doet. Hè? Ijs, als ze niks doen, dan is het in 2050 bestaat Bangkok ook niet meer. Nee, want? Dan liggen we diep onder de zeespiegel. Want Bangkok zinkt ook nog, zakt hè? Bangkok zinkt, ja. Het water stijgt en Bangkok zinkt. Ja. Dat is natuurlijk... Is het ook niet met Nederland aan de hand of is dat weer anders? Nou, in Nederland dreigt dat gevaar volgens mij ook. Maar ik denk dat we daar goede waterexperts hebben die dat wel kunnen voorkomen. Gert, dankjewel. Gert Visser, oud bestuurslid van de NVT toen de NVT nog actief was. Dankjewel. Dankjewel.